Jeroen Milder, hè? Ja. Van Lost Boys, hè? Ja. De director of... Van alles. Strategy, of niet? Ja, ook. Ja. Dus alles eigenlijk? Ja, alles, man. En wat doe je hier? Dit is toch niet jouw doelgroep, of wel? Vind je niet? Nou, oké, dan wel. Ik voel me zo thuis hier. Ken je veel mensen? Ja, ik ken wel veel mensen, ja. Dat was vorig jaar ook wel zo leuk. Ik kan een hoop mensen ontmoeten. En doe je inhoudelijk nog iets? Sta je nog op een podium? Of, Nee, we hebben een grote internationale meeting hier. Dus we hebben alle, voor het eerst eigenlijk van de groep, alle creative directors uitgenodigd om naar een picknick te komen. En dat combineren we met een sessie. Oh, dat is daar vooraan? Met ja, daar hebben we vandaag gezeten en we zijn vandaag hier op het terrein. En morgen zitten we de hele dag in een werksessie over de toekomst van de winkel. Maar dit is vooral voor je business, voor je partners en voor de klanten. Ja, er zijn hele goede klanten week. Hier. Onze accountmensen zijn hier met klanten. En die komen dan ook even binnenkijken, meelopen. Ja. Okay. Ja, maar het is met name ook om de creatief bij elkaar te zetten. Dat hebben we eigenlijk de laatste jaren niet meer gedaan. Dus dat is nu voor het eerst. En je zit ook heel erg in de experience economy, hè? Ja. Heb ik jou wel eens zien bewegen? Ja, klopt, ja. En wat zijn de ontwikkelingen daar? Ja, nou, ik hoop dat er weer nieuwe ontwikkelingen zijn. Zit je daar erg in? Of Joe Pine. Nou, ik heb het ooit gedaan voor juist voor het interactieve stuk. Voordat we met Sportlife deden, hebben we een onderzoek zeg maar, gelanceerd om traditionele media te vergelijken met interactieve media. Dat hebben we, zeg maar, de XRP, de Experience Rating Point, ontwikkeld. Is er nog iets uitgekomen? Ja, dat is toen uitgekomen dat, zeg maar, de investering die wij deden in de interactiviteit voor dat platform zeg maar, een hogere bereikswaarde hebben en een groter effect hebben op de merktrouw dan bijvoorbeeld de bereiksmedia die ze normaal inzetten. Maar wordt het nog ingezet bij andere merken? Ja, ja. Ik weet dat bijvoorbeeld ID&T werkt ermee om, zeg maar, hun experiences rondom hun feesten te gebruiken. En ze zijn nu weer een stap verder met nieuwe merken om daar weer nieuw onderzoek op te doen. Oké. Weer wat geleerd. Weer wat geleerd. Ik geef even naar Bart. Die had ik net niet op. Ja.